Dag lieverd. Druk? Ja, zal ik je niet. Dat is bij jullie altijd. Heeft Gijsje een nieuwe tekening gemaakt die achter jou op de koelkast hangt? Wat zeg je? Waar ik voor bel? Nou, niet voor de gezelligheid. Is Gijsje thuis trouwens? Omdat ik dacht dat ik wat hoorde. Ach, ik zou het zo leuk vinden om hem nog even te spreken. Is ook zo gek, hè? Om er zo weinig te zien in deze tijden. Ja, ja, ja. Ja, je hoeft heus niet zo ongeduldig te doen. Nou, ik zal het kort houden, hoor. Is Anton ook weer wat drukker? Dat hoop ik toch voor hem. En voor jou. Nou ja, ik kan toch wel even een vraag stellen. Je hebt toch wel even tijd voor je lieve moedertje? Ik bedoel, we zien elkaar ook al niet. Goed, goed. Ik wil je wat vragen. Duurt het nou altijd zo lang bij dat ziekenhuis hier? Ik zit al ruim 9 maanden te wachten op die afspraak van mijn heup. Ja, ja, ik snap ook wel dat het door de corona komt. Nou. Hey. Ho, Sophie, je bent ineens weg. Hallo. Hallo, Sophie. Joehoe. Oh,